vlog voor jullie de hele dag. Dus ik neem jullie de hele dag weer mee. Vandaag is namelijk een hele leuke dag. Ik heb namelijk afgesproken met Anna Solvijn. Die komt gezellig hier naartoe. Die ga ik dadelijk ophalen op het station in Tilburg. En die komt natuurlijk bij Lana kijken. En we gaan leuke dingen doen, zoals filmpje opnemen. We gaan sushi maken en eten natuurlijk. En gewoon lekker bijkletsen. Maar het is gewoon een heel gezellig dagje. En vanavond dus sushi eten en daarna breng ik haar terug naar het station natuurlijk. En dan ga ik daarna sporten. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. En ik neem jullie vandaag mee. Omdat ik nog wel even wat tijd heb, ben ik even achter mijn laptop gekropen om wat dingetjes te doen. Zo kijk ik even op mijn website. Het is vandaag Mommy Monday, dus ik kijk even de reacties. Ik krijg altijd hele leuke. Tenminste, ik vind jullie reacties altijd super leuk. Die kijk ik allemaal door. En eigenlijk wil mezelf voornemen om ook te gaan reageren. Want ik bekijk ze allemaal en ze zorgen me allemaal een glimlach op mijn gezicht. En vind ik eigenlijk dat ik daar wat meer tijd in mag steken. Even kijken. Geertje zegt heel herkenbaar met die stapjes. Leuk dat je iedere keer filmt. En luiers maat 1 die je over hebt niet wegdoen is leuk voor de pot. Nou, dat vind ik dus een handige tip. Want ik bewaar ook wat maat 50 pakjes voor de pot. Maar het is inderdaad ook leuk om wat luiertjes te bewaren. Dus dat is wel een leuke. Leuk filmpje. Oh, dat is een goeie. Ik zou de volgende Monday wel iets willen zien over wat je allemaal nodig hebt voor een baby. En wat je bijvoorbeeld helemaal niet nodig hebt. Waarvan wel op die lijstje staan dat je het moet hebben. Wat gebruik je veel en wat kun je wel missen. Dat is denk ik iets voor de volgende Mommy Monday. Dat vind ik een hele leuke tip. En daar hou ik van zulke tipjes. Leuke video's, ik Anna. Een leuk filmpje, 10 weken. Hele fijne kerst, dankjewel. Sylvia, Suzanne zegt, oh leuk. Leuke video. Bizar eigenlijk hoe snel een baby groeit in 10 weken. Leuk om te zien. En Reni, de dagen, weken, maanden vliegen voorbij als je een moeder bent. Dat is echt waar. Mijn oudste werd vorige maand 3 jaar en ik heb me serieus afgevraagd waar de laatste 3 jaar de tijd gebleven is. Die eerste glimlach is zo speciaal. Mijn beide meiden lachten voor het eerst bewust met een week of 9 en de blik in hun ogen deed me helemaal smelten. De liefde die daaruit blijkt is geweldig mooi. Geniet van de feestdagen. Nou, dankjewel. Superleuk. En wat ik dan vaak ook doe is mijn mail checken, eventueel ook wat beantwoorden. En natuurlijk andere blogs kijken. Want ik vind het erg leuk om andere blogs te kijken. Dus dat doe ik ook. En natuurlijk Twitter. Twitter is toch wel, ben ik ook wel een beetje aan beslaafd. Ik vond vandaag ook misschien wel leuk om te laten zien. Ik draag een spijkerbroek. Een best wel simpele, eigenlijk wat oudere. Van voor mijn zwangerschap en laarsjes van de Primark en een basic top, maar het gaat natuurlijk vooral om een fluffy vestje die lekker open valt, lekker warm is. En ik heb een armband om van Primark, denk ik. En dat is hoe ik er vandaag bij loop. Nou, op naar Tilburg om Anna op te halen. Ik ben in Tilburg en ik ben Anna aan het ophalen en ik zie dat ze er aankomt. Deze ingestapt. Hallo! Nou, we staan nu geparkeerd op Tilburg Centraal, zeg maar. En nou is de vraag of we hier uit gaan komen. Maar dat komt wel goed. Nou, we gaan richting het dorp waar ik woon. Ik heb groene thee gedaan, is dat goed? Ja, is goed hoor. Sorry, stop. Ik stop niet. Hoor, ik ga bij de bloepers. Bloepers. Een broodje. Ja, lekker. Ik ook. Je hebt zo goed gebakken, schat. Ja, ik wil ook wel eten. Ik heb geen zin om in de kont te gaan staan. Alsjeblieft. Ik ga een filmpje opnemen. Dus de camera die staat al klaar. En wij gaan de What's in my friend's bag opnemen. Ja, en hij... Je kunt dan gelijk behind the scenes. Want hier zie je wat we aan het doen zijn. En we hopen eigenlijk dat het een heel leuke video gaat worden. Ja, en jullie zullen hem op allebei onze sites nog wel voorbij zien komen. We hebben vandaag een video samen. En dat vinden we hartstikke leuk. We zijn aan het werken aan onze blogs. En ik vond het super leuk dat ze ook de MacBook had meegenomen. Ja.
Jee. En we hebben net een filmpje opgenomen en die gaan we nog bewerken. En ja, die verwachten we eigenlijk ook wel, wel deze week online te zetten. We moeten sushi, we moeten wat zalm hebben, avocado, wat zeewierbladen. Dus ja, zodat we straks lekker kunnen smullen. Maken van lekkers en we hebben in ieder geval omeletreepjes voor erin en komkommer, zalm, sojasaus natuurlijk, ja, rijstazijn die moet in de rijst, de salade maken we nog bij, dit zijn nog garnaaltjes, tonijn, de bladen, de matjes. Nou, ik heb rijstazijn erbij gedaan, dan ga ik even mengen en hoop dat ik dan genoeg heb. En die zorgt eigenlijk ook wel voor dat het niet plakt, geloof ik, en dat het ook gewoon dat wel plakt, toch? Oh, dat wel plakt. Dus even kijken. We gaan nu de sushi's rollen. En daar hebben we lekker alles al voor klaargezet. Hoi Anne. Hallo. Ze hebben een matje al klaar liggen. Nou, hier de rijst. Allerlei lekkernijen. Dus wij gaan rollen en jullie zien zo wel wat eruit gerold komt. Nou, mooie stukjes dan, hè? Prachtig, hè? Oh, kijk, Janietje is ook wel een flinke rol opmaken. Een mooie rol fotograferen. Deze lichtreflecterende schoenen, die zijn van mij. Ik ga Anne nog even terugbrengen. En naar het verschillende bos. En daarna ga ik lekker sporten. Dus we stappen nu in mijn autootje. Een hele gezellige dag gehad. En ik ga nu Anne afzetten op Den Bosch Centraal. We zijn van Tilburg naar Den Bosch gegaan. En dan, komt er binnenkort een video van ons allebei online. En artikelen. En artikelen en vlog. Dus jullie zijn voorlopig nog niet van ons af. Dus hartstikke leuk. En dan ga ik afscheid nemen van Anne. Nou, doeg!